Moet ik even morgen meer vragen, want dit klopt niet. Wat zeg, dat was mijn idee. Ik zei tegen jou, oké, kom ik bij naar huis. Ik zei, mail gaan, joh, meer vind je prima dan mijn vriendje gaan slapen. Nee. Ik wil alleen slapen. Wel, zei ze toen ook. Ik wil alleen slapen. Ik nam met jou naar Merig en vriend gaan van, joh, zullen we het zo ready maken dat je dan in wil? Ja, moet eens kijken. Ze stond helemaal niet te wachten op de verhuizing. Nee. Nou, nu is het haar idee, wat is dit? Dan moet ik morgen even meer vragen hoe dat nou zit. Dat klopt niet. Ga geen leugens kopen, jongens. Dat wij hebben geholpen die verbouwing. Ik sta er ook niet eens in. Tijdens onze verbouwing en verhuizen merkte Fren en ik dat we eigenlijk een hele goede klik hadden. Nou ja, zeg. Maar weigerde het huisje in te gaan zonder dat het op zijn Merels uitzag. Nadat de muren van mijn helft volledig in pantenprint werden geschilderd, startte de verhuizing. Maar het staat niet bij dat jij en Kay geschilderd hebben dat ik heb geholpen met dat hele huisje opnieuw inrichten en verbouwen. Ik voel me in zak genomen. Yep. Maar ja, dat voel ik me wel vaker hier. Dat ga ik morgen vragen meer. Hoe dat nou is. Help me herinneren, want ik vergeet het anders sowieso. Ja. Moet je bij mijn interview eens even kijken. Wat heb je gezien? Ja, die vragen. Ja? Prachtig. Is Kelly je droomvrouw? Ja. Volgende vraag. Ga je toch andere vragen stellen? Bij Frenny.